Welkom bij het COVID-19-journaal. Het eerste journaal voor het jaar 2021. Van deze kant uit alvast de gelukkige wensen voor het nieuwjaar en laten we ons veilig houden. Hoewel we dagelijks met gemiddelde van 50 tot 60 nieuwe besmettingen te maken hebben, spreken onze gezondheidsautoriteiten van een situatie die qua nieuwe COVID-19-infecties stabiel te noemen is. Maar er hangt nog wat in de lucht. Te oordelen naar het aantal illegale feesten, ongecontroleerde samenkomsten en get-togethers tijdens de feestdagen zal de piek in het aantal besmettingen nog wel kunnen komen. Omdat nu sprake is van de hoge besmettingsgraad, wordt door de autoriteiten uit voorzorg nog meer isolatiefaciliteiten klaargemaakt. We hebben de afgelopen week een situatie gezien dat we kunnen spreken van een stabiele situatie. Geen stijging, geen daling. Dus je kan het van beide kanten bekijken, maar het is wel een feit dat we wel gemiddeld rond de 50 tot 60 besmettingen hebben per dag. En dat baart wel zorgen. Meegerekend het feit dat we ook zien uit contact tracing, et cetera, dat we hier te maken hebben met een hele hoge besmettingsgraad van het virus. Met name dat als één persoon in een gezin besmet is, dat de kans heel groot is dat het hele gezin dan, of althans alle personen in de woning, binnen een hele korte termijn, of een heel kort tijdsbestek, besmet raken. Maar we zijn nogmaals, het is een vrij ernstige situatie. We zien nog geen daling. En dat verwachten we ook niet, gezien de afgelopen week er echt sprake was van een feestperiode. Alhoewel de regering had opgeroepen om dit te matigen. Dat we toch hebben gezien dat er hier en daar wat uitspattingen zijn geweest. En dat was ook het straatbeeld, dat er toch wel samenscholingen waren. U kent de video's, dat er poolparties waren en mensen die zich hebben gelockdowned om te feesten. En we zien dat ook uit contact tracing, dat personen aangeven dat ze met elkaar waren bij een samenkomst, een barbecueparty of een poolparty. En dit soort zaken leiden in ieder geval tot meer besmettingen vanwege het hoge besmettingsgraad. Aan de andere kant vullen dus onze isolatiefaciliteiten en ziekenhuisafdelingen met COVID-patiënten continu. Je hebt weliswaar patiënten die elke dag worden ontslagen, maar al bij al gaan we wel een netto positief resultaat qua opnames dagelijks. En dat betekent dat je capaciteit op een gegeven moment zwaar onder druk komt te staan. De cijfers zien er somber uit, en de situatie is ook een beetje, voorspelling is somber, omdat wat je hebt is dat we verwachten dat de komende week en die week daarop er nog een inhaalslag gemaakt zal worden vanwege het feit dat er samenkomsten waren, hoge besmettingsgraad. Dus je verwacht dat er wel stijgingen zullen zijn de komende week. En dat betekent dat we kunnen verwachten dat het niet zo snel zal gaan dalen. De maatregelen die kort voor de decemberfeesten zijn genomen hadden dus alles te maken met het verhoogd besmettingsrisico. En dat is precies wat we nu zien gebeuren. Met de komst van een COVID-brigade zullen ook de zogenoemde hangplekken voor winkels extra in de gaten worden gehouden. Voor wie de COVID-19-maatregelen na zich neerlegt, zwaait er ook wat in de vorm van fikse geldboetes. We hebben eerst gezegd, bij kerst ongeveer, dat het openen van niet-essentiële zaken, althans niet-essentiële handelszaken, gesloten waren. Dat was echt om de samenkomsten van mensen te drukken. We hebben een stukje overleg gehad en uit de constateringen van onze inspecties, van onze clusterteamhandhaving, bleek al gauw dat wat we vreesden, dat protocollen niet goed of niet goed genoeg of helemaal niet werden nageleefd. Er zijn zelfs zaken gesloten. Dat kunt u uit de procesverbalen zien van de arbeidsinspectie, etc. en clusterteam. Hetgeen betekent dat de besmettingen langzaamaan vanwege het verslappen van naleven van protocollen zijn gaan toenemen. En eigenlijk is het gewoon sluipend te komen, maar heeft in één keer toegeslagen. En dat is midden december gebeurd. En de protocollen inderdaad, ik ben ook burger, ik ga ook mijn dingen doen. Ik ga ook naar een handelszaak of ik ga ook iets misschien kopen. En je ziet het ook, waar je zag dat in augustus, september van vorig jaar mensen nog een thermometer hadden en temperatuur meten, je handen op tijd ontsmetten of zelfs wasbakken waren.
die dingen zijn verdwenen, grotendeels. Dat betekent dat of de ondernemer of de zaak het niet meer nodig acht, of denkt COVID is weg, of denkt het kost me te veel. Dus er zijn redenen geweest waarom dus er verslapping is geweest van protocollen, of het niet naleven, maar daar hebben we het opgepakt. En we hebben gezegd, we gaan afstappen van essentieel, niet essentieel, naar een stukje relaxatie, een stukje ruimte voor het bedrijfsleven, met de afspraak dat die protocollen weer goed worden nageleefd. En daar heeft het bedrijfsleven zich aan gecommitteerd. De afspraak die we hebben, is dat deze week nog er een aantal Zoom-sessies gehouden zullen worden met de sectoren binnen het bedrijfsleven, de verschillende takken, maar ook de markten, alle andere zaken, ook de contactberoepen, om goede afspraken te maken over het naleven en het in stand houden van je protocol en je maatregelen. Het belang, hoe belangrijk het is dat u moet weten dat als u als bezoeker, en u zet uw mondkap op, u hebt uw eigen hand sanitizer en u gaat naar die winkel, dat u ook de garantie moet hebben dat het bedrijf of de zaak u garandeert dat er daar niemand is met koorts of hoesten. Maar dat kan je simpelweg doen door een klein stukje screening aan het begin bij de ingang van die winkel. Verder ook bijvoorbeeld zaken waar je, simpele dingen waar mensen zich niet meer aan hielden was. Het aantal personen welke het is toegestaan in een zaak. Op basis van die grootte van een zaak. Het zijn zaken die meegenomen moeten worden, maar personen zelf moeten zeggen van het kan niet. Je kan niet 20 mensen hebben in een ruimte van 25 vierkante meter, dat is onkan. Dus we zeggen, het stukje verantwoordelijkheid van de burger, die Mohana maatregelen, een stukje verantwoordelijkheid van die ondernemer, dus de handelszaak, en dan heb je die verantwoordelijkheid die de overheid heeft om te controleren als beide partijen zich houden aan die maatregelen. Als dat plaatsvindt, dan hebben we binnen korte tijd het terugdringen van infecties. Dus het ligt helemaal bij de verantwoordelijkheid van de burger en die onderneming, het bedrijfsleven. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid van groepen mensen die van plan zijn een jaardag toch te vieren. We hebben gehad dat we, ondanks zoveel waarschuwingen, ondanks je die situatie ziet van COVID-stijgingen, mensen het gewoon klaarspelen om feesten te organiseren. Nog op oudjaarsdag, nieuwjaarsdag of 2 januari, waren er feesten in Paramaribo Zuid. We kregen die informatie, we hebben die informatie, we kregen rapportages van de politie. Mensen gewoon na 7 uur, na 8 uur 's avonds aan het feesten. Men heeft totaal geen respect voor het gezag, één. Of geen verantwoordelijkheidsgevoel. Terwijl grote delen van de samenleving zich wel aan de maatregelen willen houden, verpest een heel klein deel van de samenleving het voor de rest. En het gelag moet eigenlijk iedereen betalen. Wij zijn ook geen voorstander daarvan dat we een ieder willen duperen door maatregelen. Maar het kan niet anders. We moeten beseffen dat elke verantwoordelijkheid, elke individu, elke burger een stukje verantwoordelijkheid neemt. En het is al die verantwoordelijkheden bij elkaar vormt een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de overheid heeft natuurlijk haar verantwoordelijkheden. Dat is een stukje garantie bieden van goede zorg, de veiligheid van de burger garanderen. De controle op de maatschappij te doen. Maar we vragen nu heel veel ondersteuning van diezelfde samenleving en die sociale controle. We zijn heel goed in het controleren van elkaar. Je kent het zelf. We weten vaak wie waar gaat, wie wat doet. Maar je moet het niet alleen weten, tree ook op. Geef het door, praat met die persoon. Als het je eigen familie is en je ziet die, ik heb het nog vanmorgen in het programma gezegd, zijn die mannen die daar voor die winkels hangen. Met een bierfles, één fles. Iedereen raakt het aan, die man hoest. De ene schenkt het weer, hij veegt zijn mond daarna, hij is besmet. Die man gaat rustig naar huis. Hij vertelt zijn gezin niet waar hij is geweest. Die vrouw en die kinderen denken, het is mijn man, hij neemt zijn dingen in acht. En hij komt thuis en hij besmet het hele gezin. Kinderen worden besmet, vrouw wordt besmet, die vrouw gaat weer naar de kapster. Die vrouw gaat naar een nagelstylist, besmet daar de boel. En zo gaat het als een olievlek. Maar het begint ergens en we moeten daar die mind veranderen van de mensen. Het hanggedrag van de mannen in Suriname moet een keer ophouden. We moeten beseffen dat dat niet kan. En de politie gaat ook optreden. We hebben afgelopen zaterdag gezegd, er gaat opgetreden worden tegen mensen die hangen. We hebben dus eigenlijk een beetje last van hangmannen. Die mannen hangen. Ik heb gereden gisteren in de stad.
En je ziet bij elke winkel wel. Het is gewoon een dagelijks beeld. En de mannen hangen voor die winkels. En dat is een verkeerde attitude. Ik noem het riskant gedrag, risicovol gedrag. Er zijn zwaardere maatregelen onderweg. De regering heeft besloten om over te gaan naar een COVID-brigade. Ja, al die termen zijn natuurlijk een beetje verwarrend, maar je gaat steeds in je beleid moeten aanpassen. En met nieuwe dingen komen, een nieuwe aanpak. Een COVID-brigade gaat bestaan uit een aantal BAVP'ers, waarbij je dus buitengewoon agenten van politie, die een fulltime job krijgen om de COVID-samenscholingen, COVID-maatregelen worden overtreden, en volgens het presidentieel besluit dus, daadwerkelijk aan te pakken, beboeten of over te brengen conform. En ik mag u zeggen, het Openbaar Ministerie is er nu ook bij. Dus ik heb een goede hoop in dat wij het vervolging ook kunnen doen van mensen. Dus mensen zien het als een grap misschien, dat de regering steeds zegt. Er wordt opgetreden. Het wordt ook vaak door de minister van Justitie, mijn collega Kenneth Amoksi, aangehaald. Zoveel personen zijn beboet, zoveel personen zijn overgebracht. Men lacht erom. POC wordt gezien als een soort grap. Maar ik wil bijna afstappen, de regering wil bijna afstappen van POC. En gewoon mensen zwaar beboeten. En opsluiten, niet alleen overbrengen, maar ook opsluiten. Conform natuurlijk de wet. Ik bedoel, je moet gronden hebben. En daarom is het Openbaar Ministerie als vervolgingsapparaat van de rechterlijke macht ingezet nu om ook te ondersteunen, te adviseren hoe we dit soort zaken. We hebben bijvoorbeeld een hotel, een barhotel op Leonsberg, afgelopen week gesloten. Simpelweg van wie en de vergunning is ingetrokken. Dat betekent die onderneming ligt stil. En we gaan het op deze manier moeten doen om de mensen, de uitbaters, dus de vergunninghouders, ook te wijzen op de verantwoordelijkheden wanneer een presidentieel besluit is en je toch besluit buiten de uren, dus binnen de lockdownuren, feesten daar toe te laten. En als er daar geen vechtpartij was ontstaan, wisten we het niet. Zo, want die dingen zijn vaak besloten. Niemand weet het. Maar er is een vechtpartij daar geweest met een steekpartij met dodelijke afloop. Dus en zoveel gewonden, dus die reguliere zorg komt weer onder druk te staan. En als je als uitbater, als vergunninghouder dat niet had toegestaan, had je dat niet gehad. Was misschien elders gebeurd. Maar goed, dan zou je het individueel optreden, et cetera. Maar feit is, wij gaan de signalen sturen naar alle mensen, niet alleen het bedrijfsleven, want er is geen oorlog die de overheid voert met het bedrijfsleven. Het zijn gewoon individuen, elke persoon of bedrijf maakt niet uit. Die zich niet houdt aan die adviezen en het besluit aan de besluiten van de overheid, zal aangepakt worden. Elke avond rond 8:30 wordt het COVID-19 dashboard bijgesteld. Zondag kwamen uit de 150 tests zo een derde aan COVID-19 positieve gevallen uit de bus. De algemene verwachting helaas is dat deze trend zich deze week voortzet. De minister heeft vorige week tijdens de persconferentie aangegeven dat er een stabilisatie te zien is. Maar gezien er een feestenweek is geweest, er waren heel veel feestendagen ertussen, oud op nieuw was ook ertussen. Dus verwachten we dat de mensen zich deze week gaan laten testen. Of ik roep de mensen op om zich te laten testen als ze klachten hebben. En dan gaan we echt een werkelijk beeld zien of het werkelijk stabiel is gebleven of toch een stijging is geweest. Er wordt helemaal niet gesjoemeld met de cijfers. De cijfers geven aan wat het gedrag van de mensen zijn geweest afgelopen tijd. En afhankelijk van hoe veilig of onveilig je omgaat met je omgeving, kan je dus besmet raken of niet. Dus mensen, draag je mond-neusmasker, hou je afstand en je handen op tijd wassen. Om eerlijk gezegd, voor een zondag is dat heel veel. Vooral als je kijkt naar de positivity rate van een derde deel, dat is 30%. Dus we verwachten in principe de komende paar dagen, misschien vandaag, zo niet morgen, dat er toch een heel grote sprong gaat komen in het aantal gevallen. Misschien 80, 90. Wat we hebben gemerkt tijdens de tweede golf van COVID in Suriname is dus dat mensen sneller besmet raken. Bij de vorige golf hadden we gemerkt dat huisgenoten, als één persoon positief is getest, dat anderen meestal nog niet hadden. Ze gingen wel in quarantaine en bij klachten, soms waren ze positief, maar soms weer niet. Dit keer, als je één huisgenoot hebt die positief is getest, bijna iedereen
wordt daarna ook positief getest. Dus er is een hoge mate van besmettelijkheid. Daarmee wil ik niet zeggen dat de Britse variant in Suriname is, maar we gaan dat ook laten onderzoeken. Maar mocht dat zo zijn, dan hebben we toch wel te maken met een zeer besmettelijker virus. In Suriname en de rest van de wereld gaat er een filmpje viraal via social media van een verpleegster uit Tennessee, VS, die flauw valt nadat ze een COVID-vaccin kreeg toegediend. Het filmpje is doelbewust zodanig gemanipuleerd en voorzien van fake informatieteksten dat een heleboel personen in ons land erin zijn gaan geloven dat de vrouw vanwege het toegediende vaccin onwel was geworden. De persoon die de video op social media heeft geplaatst, probeert zo expres de indruk te wekken dat de gezondheidswerkster bijwerking heeft gehad van het Pfizer-vaccin en om die reden is flauwgevallen. Maar dat blijkt een leugen te zijn. De verpleegster Tiffany Dover vertelde verslaggevers dat ze een medische aandoening heeft en vaak flauwvalt. The video has since been shared around the world. So have false claims that Dover passed away or has disappeared. Fake accounts have been set up to spread misinformation. In fact, Dover spoke to us later about fainting, saying it was a common occurrence for her. I have a history of having an overactive vagal response. And so with that, if I have pain from anything, hangnail or if I stub my toe, I can just pass out. CHI Memorial has also received inquiries from all over the world asking about Dover. 4 days after the incident, they posted this video on their Facebook page of Dover with other staff members showing their support of her and the COVID-19 vaccine. Once again, false claims spiraled, some claiming on social media the woman in the video was not Dover. The hospital issued a statement confirming it was Tiffany Dover in the video. A spokesperson for CHI Memorial says Dover is doing fine, but does not want to do any additional interviews. I feel fine now, and the pain in my arm is very minimal. Dat was het weer voor het COVID-19 journaal. Natuurlijk moet u zich nog steeds houden aan de maatregelen. Eén woord onthouden, Mohana. Dat staat voor mondkap op, handen wassen en afstand houden. En als u niets te zoeken hebt op straat, blijf aan uw buurt thuis en bescherm uzelf en ook anderen. We zijn er morgen weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!